Jong en oud lunchen samen. Peuters van de Tamboerijn uit Koendersborg gingen vandaag op bezoek bij demente ouderen om samen te eten, liedjes te zingen en om gewoon gezellig te kletsen. Dit is georganiseerd omdat het Healthy Aging Week is. Tijdens deze week vinden er door de hele provincie activiteiten plaats met als thema mentale gezondheid. Met dus vandaag een echte generatielunch. En wat heb jij gegeten? Een broodje. Met? Kaas. En niet chocopasta? Ja. Jullie zijn ook liedjes aan het zingen. Welk liedje heb je gezongen? Berenbordje. Vandaag zijn er 3 generaties aanwezig. Het jonge kind, de student, dat zijn wij. En de bejaarden. We zijn hier allemaal bijeengekomen omdat wij het meeste met het jonge kind omgaan. Omdat wij natuurlijk de opleiding onderwijsassistent volgen. We dachten dat het wel leuk was om met allemaal andere generaties even te gaan kletsen. Het is een mooi moment om de ouderen met de kinderen samen te brengen. Het is wel bewezen dat het goed is voor zowel de ouderen als kinderen om met elkaar in contact te komen. Een stukje sociale ontwikkeling, maar ook vooral voor de gezelligheid uiteraard. En toen wij de uitnodiging kregen om hier aan deel te nemen, toen hoefden we daar niet over na te denken. En hoe gaat het tot nu toe? Nou, volgens mij gaat het heel goed. Ja, het was eerst even zoeken van wie gaat waar zitten en durven we allemaal al iets te gaan eten. Er zijn al liedjes gezongen en volgens mij is het allemaal heel gemoedelijk. Even bij de peuters navragen. Vind je het leuk hier? Ja. Wat vind je het allerleukste? Tekenen. En ga je hier ook nog een tekening maken? Ja. En geef je die dan aan een van de bejaarden hier? Ja. Dat is lief. Wat ga je tekenen? Een regenboog. Vind je het gezellig om hier met de ouderen te lunchen? Ja. En wat vind je dan zo leuk? Tekenen. Ga je nu weer lekker spelen? De Healthy Aging Week is nog tot en met aankomende zondag.